leuk en welkom dat je kijkt naar een nieuwe episode van Kutleven. We horen de laatste tijd veel over zogenaamde bierdouches. Mensen gooien bier naar een artiest terwijl deze staat op te treden. Vaak een optreden waar ze zelf een kaartje voor gekocht hebben, omdat ze fan zijn van deze artiest. Little Kleine is weggelopen bij een optreden omdat hij bekogeld werd met bier. De maat was vol en het glas bier ook. Little Kleine is niet de eerste. Zangeres Ilse de Lange had ook al een bierdouche-ervaring eerder dit jaar. Kijk, hier staat dat. Giel Beelen sprak er schande van. Ronnie Flex en Little Kleine lijken voornamelijk slachtoffer te zijn van deze bierdouches. Ik ging laatst met Ronnie op de foto en ik stonk daarna een hele week naar bier. Zo serieus is het dus. Xander de Buissonnier. Wie? Dat is een zanger. Die kijkt niet meer op van bierdouches en kleedt zich er gewoon op. Hij is er niet echt van onder de indruk. Dave Roelvink heeft trouwens ook last van bierdouches, maar die moet hij dan wel over zichzelf heen gooien. Maar Little Kleine heeft er genoeg van. Hij is er klaar mee, maar dan wel op een vrij relaxte manier. 1 biertje te veel naar zijn hoofd en dan gaat gewoon naar huis met 4500 euro op zak. Slim. Oké, vervelend, duidelijk, maar wat ik nu lees gaat in mijn ogen toch een stapje te ver. Ik lees hier dat supermarktketen Lidl nu meteen inspeelt op deze hype en speciaal Little Kleine gooibier gaat verkopen. Ik dacht dat dit gewoon een grap was, maar kijk, als je kijkt op de site van Lidl, zie je het dus ook gewoon staan. Little Kleintje bier. Supergoed gooibier. Maar heel even. Bier is toch gemaakt om te drinken? Is het dan werkelijk zo smerig dat mensen ermee gaan gooien? Beste bierfabrikanten, maak bier dan gewoon lekkerder. Zie je ooit iemand met Coca-Cola gooien? Maar dit is nog niet alles. Check dit. Je kunt nu speciale bierdouches kopen voor thuis om het zelf te ervaren. Je Little Kleine, Ronnie Flex, Xander de Buissonnier met gratis bier. Oké. Het gaat maar door. Maar goed, blijkbaar hoort dit erbij als je artiest bent. Op de Herman Brood Academie, waar je een opleiding kunt volgen om artiest te worden, kun je nu zelfs een speciale opleiding bier ontwijken volgen. Kijkt u even mee? Nou, hier staat het. Bier ontwijken. Nou, dit is dan de opleiding. Duurt 3 jaar. Nou, hier zie je een beetje hoe dat er dan aan toe gaat. Zorg dat je als artiest weet hoe je bier van je fans kunt ontwijken tijdens je performance. Leer bier herkennen aan geur en kleur. De opleiding maakt van jou een echte bierninja. Nooit meer een onverwacht biertje op je mooie artiestenoutfit. In het 3e jaar leer je Jedi-krachten gebruiken, zodat je met een simpele handbeweging het aankomende biertje al uit de lucht kunt slaan voordat zo'n goudgele rakker bij jou in de buurt komt. Goed, ik vind dat dit hele bierdoucheverhaal nogal vreemde vormen aanneemt, maar dat zul je mij nooit hardop horen zeggen. Overigens, mochten jullie de behoefte hebben om iets tegen mij aan te gooien als jullie mij op straat tegenkomen, briefjes van 50 zijn prima. Prima. Hoef je niet eerst bier te gaan halen? Kijk. Dat is meedenken. Graag gedaan. Oké, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren, dat kan hier. Ik heb hier nog een andere leuke video die je kunt bekijken. En hier nog een andere leuke video. Je kunt me ook volgen op alle social media dingen. Staat allemaal in de beschrijving. Instagram, Twitter. Gratis inspiratie, foto's, dingen speciaal voor jou. Want onthoud 1 ding. YouTube is liefde. En dan zie ik jou graag weer een volgende keer bij Kutleven.